Het nieuws in 1 minuut. Bij een aanrijding in Bergentheim is gisteravond een 73-jarige motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste door onbekende oorzaak op een afremmende auto. Hij kwam ten val en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De directie en ondernemersraad van het regionale vervoersbedrijf Syntus houden vandaag een spoedoverleg over het herstelplan dat het faillissement van het bedrijf moet voorkomen. In mei werd bekend dat het bedrijf vanaf juni geen geld meer heeft, waardoor aandeelhouders moeten bijspringen. PostNL heeft in Hengelo een nieuw depot geopend voor pakketjes. Het nieuwe postdepot moet werk gaan bieden aan zo'n 250 mensen uit de regio. PostNL opent in Nederland 5 nieuwe depots, omdat, mede door de verkoop via internet, er meer pakketjes bezorgd moeten worden. Een 24-jarige man uit Deventer is opnieuw opgepakt voor de moord op een man uit Twello. De man werd vorig jaar november gevonden in het buitengebied van Twello. De Deventenaar werd begin december ook al opgepakt, maar na korte tijd weer vrijgelaten. Het weer, regen en zon wisselen elkaar af.